Zo, Terneuzen op de middag. Zo, beste mensen, het is middag. Een pracht van een grote markt hier. Vind ik altijd bijzonder mooi. Nog een beeld hier op de winkelstraat. Dus die twee bussen, lijn 10 en lijn 20, zijn dus weg naar het busstation. Hebben nog een halte aan de westkant. Dat is aan de andere kant. Maar bon, het is niet de kant hier van... alleen voor het winkelcentrum. Nou, hier die nieuwe opticien Specsavers. Zicht op de Noordstraat hier, de kanten van het ABC-complex. We kunnen ook nog even een stuk doorstappen. Is ook nog even leuk voor de video. Zo, hier het ABC-complex, het klassieke beeld, de kringloopwinkel, dan de hoek hier die nog leeg staat, daar ook. En dus de CNA, die er niet meer is, sinds enige tijd dus al. En dan de Poolse winkel, daar heb je ook kapperszaken.
Dus voor de CNA moet je al gaan tot Goes. Ik dacht ook Sluis en eventueel ja, Sint-Niklaas, Antwerpen. Het is enorm lastig, ik zeg het met die ene bus per uur. Je hebt geen flexibiliteit om terug te keren en zo. En het is ook bijzonder kostelijk, de bus. Terneuzen betaal je gemiddelde van 8 tot 9 euro. Het hangt eraf welke halte dat je opstapt, bijvoorbeeld vanuit Vogelwaarde. Dus het is direct al 10 euro dat je kwijt bent om even ergens naartoe te gaan met de retour. Zo, de andere kant van de Noordstraat. En dan hier. Open per 17 november dit hier. Hè. Voilà, de tassen dragen. Zoals je ziet in dit voorbeeld nu, dat is het klassieke beeld natuurlijk van de Kennedylaan, want daar is de action, moet je tot de bushalte van het stadhuis. En dit maakt het net zo lastig en het is ook wel een, soms een feit dat men dan zegt, oef, we gaan niet, we moeten terug sleuren tot de bus, of anders natuurlijk met een trolley, allee, wie dat afhangt van het openbaar vervoer natuurlijk. Het is ook wel nog een serieuze wandeling, nu dat ik even naar de andere kant was van de Noordstraat. Het is wel... Hier heb je dan ook de twee, die PDP budget. Ook soms zaken van einde stok en zo. Ook elektrozaken. Ook open 7 dagen per week. Hi. No. I have no money. Sorry. Yes. Geen kleingeld bij. Normaal heb ik nog wel wat kleingeld bij, zoals iedereen, maar bon. Ik zie dat ook als ik ga naar van die verkoopspunt zo op straat van groenten en fruit. Oei, geen enkele kleingeld bij. Omdat hier ook open is, is hier ook wel open links en rechts.
Gewoon blijft wel mager. Het aantal bezoekers voor de middag nu bijvoorbeeld. Het is een zachte temperatuur, mooi weer. Zorgbalies, dat zien we ook wel links en rechts van die kantoren. Ja, inderdaad. Ik ben een van uw fans. Ah, serieus? Ah, leuk. Ja, ja, ik kijk regelmatig. Oh, dat is leuk. Bent u van Terneuzen zelf? Ik kom hier. Ah, zo ja. Ik maak af en toe de doortocht die ik even film. Ja, zeer, natuurlijk, ja, regelmatig wel. Altijd de mobiliteit ja, die centraal staat. Want ik vind het toch altijd wel lastig van het stadhuis naar de Kennedylaan. Het is toch altijd wel een serieus stuk. Allee, beste verder en tot een keer nieuws. Ja, dag. Zo, beste mensen, was nog even heel interessant de informatie van die man. En dan ook van het Oud Terneuzen daar, het punt. Vind ik ook wel best leuk om nog even informatie te nemen als ik daar een keer voorbij kom. Dus momenteel ben ik hier aan het eethuis familie. Hey, de prachtige vernieuwing hier met de Kampanje. Ik ga nog even langs hier. Dan heb ik een mooier beeld. Met de bibliotheek op het gelijksvloers van de Kampanje. Het is nog even leuk hier ook, het terras en zo. Ik kom wel regelmatig mensen tegen, Hulst en Terneuzen, die wel de video's volgen, ter hobby. Ook, het is ook natuurlijk wel leuk de beelden te zien, de evolutie van bepaalde locaties, de veranderingen. En het idee dat ik daarnet vernomen had, dat men hier een plan had om eventueel ja, het busstation te zetten, was natuurlijk bijzonder positief, want het busstation is 2 kilometer van hier, aan de andere kant van de haven. En als de bussen hier zouden zijn, het is natuurlijk al voorbij, maar bon, dan had je hier de mogelijkheid ook om naar de bibliotheek te gaan, dichter bij de Noordstraat, je boodschappen te doen hier in winkelcentrum Schuttershof en ook je boodschappen hier aan de Kennedylaan. Zo, ik vind het best leuk te wandelen in Terneuzen en te fietsen. Dat is wel een feit. Ik ben hier ook wel regelmatig, maar de mobiliteit vind ik toch wel een belangrijk punt. En steeds opnieuw ja, blijf ik het herhalen. Er moet toch wel verandering komen. Thank you.
Je ziet hier ook direct als je dus hier komt een drukke route. Veel verkeer komen en gaan. En het is ook het centraal punt. Ik zeg de linkerkant hier al die commerciële zaken, meubelwinkels, BCC, de Hema, de rechterkant de supermarkten. Hier ja, al die Lidl, de Action. Nu dat ik te voet stap hier, het lijkt wel nog verder dan het met de fiets kom. Hé, met de fiets wel redelijk vlot, maar bon, het is toch wel nog een serieus stuk. Zo, ik ga eerst nog even naar de Hema. Het is een prachtige locatie hier, alles bij de hand. Zowel ook nog even de andere kant. Het is ook bijzonder ruim hier, maar er was ook geen extra plaats, bijvoorbeeld voor die CNA die vertrokken is daar in Terneuzen. Kon helaas niet verhuizen naar hier, want ik zeg, alles is volzet. Zo, beste mensen, tot zo dadelijk. Dus nu volgt even kort bezoek hier bij de Hema. Oh, ik heb ondertussen de Hema achter de rug. Ja, een bijzonder interessante winkel. Zou ook wel even interessant zijn om daar zo'n overview video van te maken. Zou ik even moeten vragen als dat kan. Ik heb hier gelegenheid. Het is altijd wel leuk, want de mensen zoeken meer en meer ook de foto's, videobeelden. Zelf over winkels, binnen en buiten. Dus hier met de vermelding ingang winkelcentrum. Dus momenteel hier voor de grote bus heb je geen directe halte. Wat er wel mogelijk is, dat zijn van die citybusjes, buurtbusformaat. Die dan eventueel vertrekt van het stadhuis. Deze locatie doet en dan ook eventueel de woonzone even verder en ook in combinatie met Othene. Dat zou perfect kunnen op één lijn. Zo hier ook de Big Bazaar, heb je ook van die spullen zoals bij de Action, een beetje van alles.
Zo hier dan de Action, ja, een drukpunt altijd, zo bijzonder interessant. Zo beste mensen, ik vertrek nu terug van de Kennedylaan. Ik heb dus wat interessante spullen kunnen kopen al voor Sinterklaas. Binnenkort, hier altijd wel interessant in de Action, ook wel de andere winkels zijn interessant. Ik mis natuurlijk hier nog altijd, als ik boodschappen kom doen, dat zijn van die kastjes, dat men even zijn spullen achterlaat, zijn boodschappen en rustig de volgende winkel kan doen. Dat is nog altijd niet aanwezig. Het is blijkbaar ook, heb ik gehoord van iemand in Nederland, wel geen gewoonte van dergelijke kastjes te zien. Natuurlijk, als je met de wagen bent, kan je het in je koffer doen, je boodschappen. Dus ja, kastjes zullen wel een meerwaarde zijn en ook ben je op je gemak dan, hè? Als je in de winkel wil kijken, je hoeft geen andere tassen bij te hebben. Zo. Maar ik ga hier al over. Ik zou niet in mijn bus kunnen stappen, hè? Waar is de bus? Hè? Helaas, hè? Het citybusje of het andere vervoer, er is totaal niks. Ik hoop dat het op een dag zal veranderen. Dus normaal gezien heb ik in mijn bus na 10 minuten. Maar wow, het is onmogelijk om van dit punt in 10 minuten aan de halte te zijn met boodschappen. Hè. Dus ik ga nog even via winkelcentrum Schuttershof. Ja, het is gewoon op de route, hè. Kijk. Daar tussen winkelcentrum Kennedylaan en dus even ervoor. Dit punt hier met de casa, de kapperszaak, Ethos. De winkel is bijzonder mooi hier in design, hè? De presentatie en zo. De zeeman. Ethos. Dat is ook bijzonder voordelig, altijd hier 1 plus 1 gratis. Daar ook bakkerij Riceu, dan een brasserie en dan de breinwas terug daar in de hoek. Een drinkshop, er is ook een supermarkt.
En dan aansluitend Jan Eskens vis en de kaashandelaar. Zo. Dus ik heb in principe mijn bus na 5 minuten nu nog even gekeken naar de klok. Maar bon, ik ga natuurlijk altijd wel combineren met iets te gaan drinken hier nog. Of eventueel, ja, nog wat meer winkels te doen. En zo iedere uur even te berekenen. Dus dat je net komt wanneer dat de bus aanwezig is. Ook nog even interessant. De info van de spoorlijn Mechelen-Terneuzen. Daarmee ook steeds opnieuw het onderwerp dat we hopen dat dat treinstation die aanwezig is hier met verbinding België gebruikt wordt momenteel dus voor goederentrein, dat wel, maar dus dat er passagierstransport komt. Maar het is toch wel een snelle verbinding en veel sneller dan de bussen, dat je dus wel uur mee verliest. Op gebied van volk, er is bijzonder veel volk hier in het eethuisfamilie. Ja, zoals men zegt, het is natuurlijk een eethuis, dus ideaal hier deze locatie tussen het winkelcentrum en de Noordstraat.
Ja, bijzonder mooi, die locaties hier. Zo, beste mensen, de mooie hoekjes van Terneuzen, hé. Via de Noordstraat. Dus hier locatie, het Oud Terneuzen. Ja, meneer. Ja, persoonlijk bezoek ik liever Terneuzen met de fiets, want ik hou dus wel van snelle verplaatsingen. Maar bon, een wandelen is ook wel bijzonder leuk. Hè. Terug hier de locatie van pays-bas. Aankomst op de grote markt hier. Ja, ook een interessante markt op woensdag met vis. Ja, wanneer dat er evenementen zijn in Terneuzen, is er ook wel veel volk. Dat is ook wel een feit, zoals de havenfeesten of lokale braderijen. Ja. Eventjes geduld, bijzonder mooi.
hier ook een held, maar dat is ook wel bijzonder handig nog als je dan net klein geld of toch wel los geld nodig hebt. Ja, de Hema is ook wel nog interessant. Hou ik ook wel soms langs in Hulst. En dan hier aan de andere kant heb je van die telecomboutiques, dus retail, KPN, T-Mobile. Dus ik ga hier nog even kijken. Zo, ik ga hier een pauze nemen bij de Hema. Goedendag, een koffie alsjeblieft. Ja meneer, een kleintje of een grote? Wat bedoelt u ermee? Dat of dat. Ja, een kleintje is voldoende. Een kleintje? Ja. Ja, alleen de koffie. Ja, alsjeblieft, meneer. Ja, dank u. Ja, bedankt. Melk, suiker. Ah ja, oké, dank u. Nee, maar het is al veel gedaan van dat voetsplan. Ja, daarom een dag had maar door de blauwe bal, dat het zinvol is. Dat is heel veel gek van maken. Ja, ja, ja. Ja, 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 normaal waar is het. Ik heb al die schrijf. Ja, ik weet het. Zo was het met zo'n korte brik hier in de Hema. Zo heb ik nog ook een mooi zicht op de Havenstraat. Ik kan het er ook wel bij het eethuis. Maar ik zeg, bon, ik ga even hier een pauze doen. Dus eigenlijk weer een pauze tot de bus. Zo, even de koffie proeven. Het is een sterke koffie. Het is wel lange dag, hoor, zo. Maar de meeste bellen zitten wel in Hulst, hè. Ja, het is of in stuk, Sluis. Of in Sluis is het stuk ook dichter, hè. In Sluis gaan er veel zijn. Ja, in Sluis is het volle bak. Ja. En in Hulst ook feitelijk, ja. Maar de rest in Paas. Allemaal. Ja. Ik vind het gemakkelijk. Je moet niet... Oké, bedankt. Dank u wel, je mag een paar zaken. Ja, dank u. Zo, beste mensen. De Hema, even ja, begin van de namiddag. Het is bijzonder rustig. Zoals je ziet hier. Ja. Maar er is natuurlijk wel volk nu in de winkelstraat. Je ziet al wat
wat meer bezoekers, maar even buiten beeld was het dan, er is veel minder volk dan vroeger bij vele horecazaken. Natuurlijk, het eetcafé daar, die ik even in beeld gebracht heb, is ook wel bijzonder goed gelegen aan de Kampanje tussen het winkelcentrum Kennedylaan en de Noordstraat, die een bijzonder goede locatie. Nog even enkele sfeerbeelden. En natuurlijk ook het dagtoerisme hebben we dan ook natuurlijk in Huls. Het is dicht, 5 kilometer van de grens, of in Sluis. Hè? Hier is toch ook allemaal een stuk verder. We zien natuurlijk wel wat volk bij die horecazaken. Het is ook wel zo dat er is wel volk, maar bon, het is niet... het fenomeen van vroeger momenteel. Dus natuurlijk als je alleen komt, even in Terneuzen voor enkele boodschappen, opnieuw... Allee, voor deze locatie hier vind ik de fiets wel veel gemakkelijker. Zou ik nu al vertrekken, kan ik ook combineren met mijn sport. Maar bon, de bus is absoluut nodig. Heb ik ook getoond in verschillende video's. Het is ook wel met de bus dat je met het gezin en mensen die afhangen van het openbaar vervoer je boodschappen kan gaan doen of een keer een leuke namiddag hier kan doorbrengen. Daar heb je alle mensen, dus de bus is na 25 minuten, dus het is allemaal wel, het is bijzonder lang, hè? Eén bus per uur, het is toch wel veel te weinig tijdens de dag. Er zou toch moeten 2 bussen zijn per uur. Hier Yara Market. Ik heb nu niet direct boodschappen nodig van hier, maar het nog even leuk om het te tonen. Hè. Dus ook Arabische producten, fruit, groenten. Dus de Hema ook een leuke locatie voor even een koffie te drinken. Een goede sterke koffie, doe altijd wel deugd. Nou, hier om te leren rijden met de scooter. Ik heb ook gelezen in de krant vele mensen die hun rijbewijs willen halen voor de scooter natuurlijk. Opnieuw ook om het openbaar vervoer te vermijden. Ja, ik ben van Vlaanderen gewoon in de bus te stappen, zoals in Sint-Niklaas of in Brugge. Iedere 10 minuten maximum heb je een bus. En hier is het toch altijd wel vervelend. Hè. Zo, het toeristisch punt kan er ook nog even op.
Zo, beste mensen, de neuzen van Terneuzen. Dus Terneuzen, absoluut wel de moeite om even langs te komen. Een gezellige wandeling hier te maken. Er zijn leuke aanbiedingen hier in de Havenstraat, de Noordstraat. Het is wel een feit. En dan ook het winkelcentrum aan de Kennedylaan. Absoluut ook wel de moeite. De hamabouwmarkt. En dan ook wel de sfeer van de zeedijk. Ah, de vlag is momenteel verwijderd aan het stadhuis. Bon, het was dus een tijdje de originele vlag van 50 jaar bestaan van het stadhuis hier. De eerste vlag waarschijnlijk wordt terug veranderd.